Het ministerie van Volksgezondheid heeft in het kader van Werelddiabetesdag, welke jaarlijks wordt herdacht op 14 november, gisteren een informatieochtend gehouden. Voorafgaand aan deze activiteit is er een ochtendloop georganiseerd. Deze activiteiten heeft het ministerie samen met PAHO georganiseerd op het terrein van Assyria High Rise. Tijdens de informatieochtend konden geïnteresseerden gratis hun bloedsuiker en bloeddruk laten meten. Daarnaast is er informatie verschaft over dialyseren en hoe diabeten het best een gezonde leefstijl op na kunnen houden. Met dit evenement wilde het ministerie de nadruk leggen op de bewustwording van diabetes. Het thema voor de Werelddiabetesdag 2021 tot en met 2023 is toegang tot diabeteszorg. Het ministerie zegt dat diabeten voortdurend zorg en begeleiding nodig hebben om hun toestand te beheersen en complicaties te voorkomen. In Suriname is het ook merkbaar dat steeds meer kinderen diabetes worden. Volksgezondheid wijst erop dat de belangrijkste factoren die zorgen voor diabetes zijn ongezonde voeding, overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik en het niet of nauwelijks bewegen. Mensen met diabetes moeten ook ervoor waken dat ze niet gaan stressen en moeten extra letten op het belang van een gezonde leefstijl. Het ministerie van Volksgezondheid wijst er vooral op dat het regelmatig meten van de bloedsuiker ervoor kan zorgen dat diabeten vroegtijdig op zoek kunnen gaan naar hulp en begeleiding.